Er zijn verschillende kogelinslagen te zien in een rolluik van een huis langs de Monseigneur Bremstraat in Testelt. Rond 5:30 vanochtend loopt er een oproep binnen voor wat het parket zelf een incident met een wapen noemt. Verschillende ploegen van de lokale politie Demerdal komen ter plaatse. De federale gerechtelijke politie van Leuven en het gerechtelijk lab voeren een afstapping uit om zicht te krijgen op wat er precies gebeurd is. Voorlopig is het nog niet duidelijk waarom juist deze woning onder vuur genomen werd en wie er achter de feiten zit. Het parket kan alleen meegeven dat er bij het incident geen gewonden zijn gevallen. De drukke Monseigneur Bremstraat bleef vanochtend enkele uren afgesloten voor verder onderzoek. Rond de klok van 9:00 kon het verkeer weer door.